sprak met een sloper, die zei van joh, dit is toch eigenlijk te gek voor woorden, dat we hier een kantoor moeten renoveren. Dus dat halen we leeg met alle wanden en plafonds. Dat belandt eigenlijk altijd in de container. En na die renovatie, na het leeghalen, komt er in 9 van de 10 keer weer min of meer hetzelfde voor terug, maar net in een andere indeling of met een ander kleurtje. Duurzaamheid voor mij betekent iets wat je kan doen, dus een product of een systeem dat je in het oneindige kan blijven doen, zonder dat het een negatief effect heeft. Wij zijn fabrikant van circulaire afbouwproducten. Dus denk aan alles wat nodig is voor de wanden en plafonds met betrekking tot de inrichting van kantoren. Dus we zien onszelf ook echt als een fabrikant dat een circulair alternatief biedt voor de nieuwe materialen die worden gebruikt. De bouwsector in totaal is verantwoordelijk voor een kwart ongeveer van de CO2-uitstoot wereldwijd. Dus dat is echt een belangrijke bijdrager aan de CO2-uitstoot en de klimaatverandering. De helft daarvan heeft ongeveer betrekking op de materialen die worden gebruikt. Dus als we daar een impact kunnen maken, dan heeft dat ook echt invloed. We werken veel samen met slopers die dus de opdracht krijgen om een gebouw te renoveren of helemaal te slopen. Wij geven hen alle materialen die nodig zijn om de materialen zeg maar weer netjes van die bouwplaats af te halen. Dus een sloper hoeft niet te betalen voor zijn afvalkosten en voor het transport en levert ons op die manier de materialen aan die wij weer kunnen hergebruiken. Dus als voorbeeld kunnen we noemen de plafondplaten die in verschillende kleuren of reliefstructuren zeg maar en soms ook wat verkleuringen door de tijd innemen. Kleine beschadigingen zijn daarbij ook geen probleem, want wat we doen is een nieuw vlies eroverheen plakken zodat ze er eigenlijk allemaal weer als nieuw uitzien. Terwijl in de basis het natuurlijk een hergebruikt plafondpaneel is. Een mooi project dat we recent hebben gerealiseerd is de school in Wierden. De Passie heet die. Daar hebben we voor de aula materialen geleverd voor de afbouw. Dat materiaal is petveld, wat gemaakt is van gerecyclede petflessen. Met daaroverheen houten latten gemaakt uit sloophout. Ja, dus wat het mooie is van dit project is dat het esthetisch mooi is. Akoestisch heeft het zijn functie. En het zijn ook nog eens een keer duurzame en circulaire materialen. Nou, hier in het innovatielab zijn we bezig met allerlei testen om te kijken wat we dus kunnen doen met de restante stromen wat nu nog afval is uit de afbouw. Zo werken we bijvoorbeeld met de restante plafondpanelen en isolatiemateriaal. Ja, dus de productrestanten die we niet één op één kunnen hergebruiken. Die hebben we versnipperd om daar inblaasisolatie van te maken. De uitdagingen die we tegenkomen is toch wel het conservatieve van de bouwwereld. De bouwwereld is sowieso een wat trager proces. Je hebt te maken met ontwerptrajecten en dan realisatietrajecten die er allemaal wat langer over doen dan ik in ieder geval zelf gewend was. En ook wel vrij conservatief. Dus mensen staan niet echt snel open voor iets dat anders is. Maar de verwachting die ik heb is dat wij als circulaire partij toch wel een vast plekje krijgen in de markt als alternatief voor de nieuwe producten. En ja, het zou mooi zijn als dat stukje groot wordt, maar ik ben eigenlijk al blij als het überhaupt een plek krijgt in de bouwwereld. Het advies dat ik zou willen geven is dat je ook echt moet geloven in waar je mee bezig bent. Dat geldt voor mezelf, maar als advies zou ik dat ook mee willen geven. En vooral denken in kleine stapjes die ertoe bijdragen dat je uiteindelijk komt waar je graag wil zijn.